Misschien wel de belangrijkste tip, dat zijn de drie W's. Waar, wanneer en wat. Dus de eerste W, waar. Waar ga je filmen? Nou, ga je in je eigen tuin filmen of in je lokale park? Overal zijn wel bodemdiertjes te vinden. De tweede W, van wanneer. Wanneer ga je filmen? Kies je een mooie zonnige dag uit, omdat er dan bepaalde bodemdieren aanwezig zijn? Of ga je juist op een vochtige dag filmen, omdat er dan weer andere bodemdiertjes te vinden zijn? En dan ga je naar de derde W, dat is wat. Dus wat ga je filmen? Nou, in jouw tuin, bij jou in de buurt zijn regenwormen, slakken, noem het maar op. Het is allemaal wel te vinden. Dus, ik ben heel benieuwd welke soorten jullie uitkiezen en hoe jullie video eruit gaat zien.